Tron Boormans heeft van Hogeschool Rotterdam heeft gezegd, ik steek geen energie meer in het werven van studenten van de eilanden. Hij heeft dat nog een keer herhaald voordat u hier naartoe vertrok. Hoe is het met uw energielevel? Ik heb hier heel veel energie van gekregen. En Ron Boormans heeft terecht zijn zorgen uit over de slagingskansen van studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk in Nederland. En het is goed dat hij dat signaal heeft afgegeven. En ik begrijp ook zijn zorg. En daarom ben ik ook heel blij dat we hier deze dagen ook echt afspraken hebben gemaakt. Dat we met de vier landen er gezamenlijk aan gaan werken. Dat studenten beter voorbereid in Nederland komen. En ook in Nederland goed worden begeleid. Zodat ze echt een eerlijke kans krijgen om succesvol hun studie af te ronden. Ja, heeft u zicht op waarom studenten het van de eilanden niet zo goed doen in Nederland? Nou, we hebben ook afgesproken dat we dat ook eens nader gaan analyseren. Wat zijn nou die factoren die daarbij een rol spelen? Voor een deel is het uiteraard taalbeheersing, maar het speelt ook gewoon het wennen aan. Voor sommige studenten die 17 zijn, in een ander land, op kamers, andere cultuur. Dus er komt dan wel heel veel samen, er komt heel veel op die studenten terecht. Dus, maar we gaan dat goed analyseren in een gezamenlijke werkgroep en vervolgens maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat studenten succesvoller hun studie kunnen afronden. Als we toch vooruitlopen op wat er nog onderzocht moet worden. Want er zal ongetwijfeld een idee bij u zijn waar concreet aan gewerkt moet worden. En daar heeft u wellicht ook over gepraat deze afgelopen 2 dagen. Kan u mij daar een tipje dan van de sluier oplichten? Ja, er zijn heel diverse factoren. Ik heb ook veel met studenten gesproken. En het is voor een deel dat men zegt van ja, ik wist ook nog niet zo goed wat ik wilde studeren. Dat zien we wel vaker. En die dan switchen of uitvallen. Taal is voor studenten wel degelijk een issue. Het gaat om beheersing van het Nederlands, maar soms ook om beheersing van het Engels. Het gaat ook om 17 zijn, 18 zijn en voor het eerst uit huis en dan ook ver weg van huis. En ook niet even een weekend naar huis kunnen. Dus het zijn veel factoren die ik ook van studenten heb teruggehoord. En ik denk dat we echt op al die factoren een goede aanpak moeten zetten. Ja, u noemt taal als één voorbeeld. U heeft volgens mij ook een convenant ondertekend over de Nederlands als vreemde taal. Wat moet ik daaronder verstaan? Nou ja, voor veel van studenten hier is Papiamento is hun moedertaal, is datgene wat ze thuis spreken. En waar we nou met de Taalunie aan gaan werken en ook met een gezamenlijk netwerk, is om hier het netwerk Nederlands als vreemde taal beter te ontwikkelen. Want het kan zo zijn dat het helpt als studenten Nederlands aanleren als een vreemde taal. Dat ze dan ook meer plezier krijgen in het beheersen van het Nederlands en daar ook meer resultaat bij boeken. U heeft nu een aantal convenanten ondertekend. U kijkt dan, als ik dat zo mag vertalen, op een projectmatige manier naar het tackelen van een aantal problemen. U heeft als minister, niet persoonlijk misschien, maar wel al 8 jaar ervaring met het omvormen van het onderwijs op de Besseilanden. Dat is redelijk geslaagd. Is het niet beter om op die manier te investeren in de andere eilanden en dat pakket van daar is over te hevelen naar hier, integraal? Er is een wezenlijk verschil tussen de Besseilanden en de andere landen in het Koninkrijk. De Besseilanden zijn echt onderdeel van Nederland. Daar ben ik ook als minister verantwoordelijk voor. En de landen hier hebben echt een autonome verantwoordelijkheid als het gaat om onderwijs. En dat is echt een verschil, dus dat vraagt ook om een andere aanpak. Wat we hier wel bewerkstelligd hebben, is dat bijvoorbeeld de Benedenwindse eilanden ook nauwer gaan samenwerken met Bonaire. Dat we bijvoorbeeld, dat is een heel mooie stap vooruit, gaan werken aan een gezamenlijke opleidingsschool voor toekomstige docenten en leerkrachten. En dat zijn echt hele betekenisvolle stappen vooruit. Ja, ik begrijp dat de verantwoordelijkheden anders liggen en dat dat niet zo makkelijk is als je het überhaupt al zou willen. Maar mijn vraag is inderdaad, zou je dat eigenlijk niet willen? In die zin dat je niet meer hier gaat kijken van we gaan de problematiek die ongetwijfeld heel veel gelijkheid heeft met die van de Besseilanden, gaan we dan maar op de eigen manier aanpakken. In plaats van dat je zegt, nou, we hebben 8 jaar ervaring, dan laat ik dat dus aan Curaçao of Sint Maarten of Aruba overleggen binnen hun verantwoordelijkheid om te zeggen van nou, als ik daar nou eens wat in investeer, dan scheelt dat misschien ook wel voor bijvoorbeeld de migratiegolf richting Nederland die ongetwijfeld een gevolg kan zijn van slecht onderwijs. De landen hier zijn autonoom als het gaat om onderwijs. En de ministers hebben net zo goed, als ik mijn eigen bevoegdheden heb, hebben zij hun eigen bevoegdheden. Maar de winst van deze dag is dat we hebben
afgesproken meer te gaan samenwerken om de kwaliteit van onderwijs ook hier te bevorderen en te zorgen dat we gezamenlijk ons inspannen om goede docenten voor de klas te hebben, goede leerkrachten en studenten ook beter voorbereid naar Nederland te laten gaan als ze ervoor kiezen om daar te studeren. Maar ik respecteer ook hier de eigen bevoegdheden die deze landen hebben. En de studenten uit de, van de eilanden zijn nog even welkom in Nederland, of ongeacht of iemand energie wil steken in de werving daarvan? Die zijn nog even welkom, ook in Rotterdam. Ook dat heeft de heer Bormans gezegd. Alleen, ik vind wel dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om die studenten dan goed voorbereid te laten komen. En daarover hebben we vandaag afspraken gemaakt. Dank u wel.